Misschien vraagt u zich af waar komt die naam Zwanenbroeders vandaan. Het oorspronkelijke verhaal is dat leden die van adel waren, hadden het recht om zwanen te houden rondom hun woonhuizen. Dat waren vaak kastelen met slotgrachten. Dat privilege tot het houden van zwanen was aan hen voorbehouden in de 14e, 15e eeuw. En zij die hier naartoe kwamen voor de maaltijd, die namen zwanen mee voor die maaltijd. Die broeders werden Zwanenbroeders genoemd. De meest bekende is Willem van Oranje. Nadat de broederschap ecumenisch werd in 1642, werden de zwanenmaaltijden afgeschaft. De naam Zwanenbroeders kwam ook eigenlijk te vervallen. Tot in de 19e eeuw opnieuw leden van het koninklijk huis, van ons huidig koninklijk huis, lid werden. En zij kregen als eretitel opnieuw Zwanenbroeders. Verder zie je in deze opstelling allemaal stoelen. Als je hier gezworen broeder wordt, heb je het recht om je familiewapen op een stoel aan te laten brengen. Er zijn 36 gezworen broeders. Al die broeders hebben een eigen stoel.